Oh, nou, ik kan je vertellen. Kijk, ze zeggen nu van jongens, de mensen geloven toch niet meer in ons. We gaan er gewoon vol in. Haha, ze kunnen toch niks doen. Als ze demonstreren, krijgen ze lekker klappen. Pats, poem, pats, slaten we ze op, mishandelen we ze, koeienieren ze en we komen overal mee weg. Zeggen ze dan. Want Bill Gates, die Epstein-bezoeker, die staat aan onze kant. Dan komt alles goed. Ja, nee, doen we voor jou, voor het klimaat te redden. CO2-halsbandje wordt het. Muilkorfje. Gemtherapietje. Alles kwijtraken, zodat je niks meer kunt. Weet je wie straks happy is? Dat ben jij niet hoor. Nee, echt niet. You will own nothing. Ja, dat wel. Maar happy? Nee, geloof me. Want, ja. Nee, dat gaat nooit goed worden. Dus, ja, ik kan het, ik weet niet. Ik wil eigenlijk mijn kat zoeken, maar ik kan toch niet. Moet je zien, het wordt steeds gekker. Ik kan het niet meer tegen tegen die ellende. Dat doen we om de klimaat te redden, maar ik geloof niet in een verhaaltje. Want, weet je waarom niet? Zelf zijn het hele grote verbruikers van alles. En de meeste mensen zijn tevreden met een beetje eten en een beetje leven. En die leven in armoede. En die krijgen de schuld dat ze niks hebben. En de mensen die het hebben, die geven ons de schuld dat wij niks hebben. Nou ja, in ieder geval. Kijk, nou. Ik kan je zeggen, mij krijg je nooit meer aan jullie kant. Nooit. Als je dit, oh die chemicaliën gewoon over de aarde heen pleurt. En dan zegt dat wij vervuilers zijn. Terwijl, geef ons een stukje land en ruimte, dan bouwen we een biologisch systeem. Helemaal van, op cannabis, hennep gebaseerd. Geen bossen ommaken. Genoeg eiwitten, proteïnes, olie. Voor de machines, kleren, hout, papier. Alles kun je ervan maken van die plant. Mooi, hè? Nou ja, mooi. Nou ja, hè? Ja, je kunt er vrede mee stichten. Je hoeft geen oorlog meer te voeren. Je hoeft de landen niet meer te veroveren. Je hoeft geen oorlogsindustrie meer. Oké. Nou, ik weet niet wat het is. Maar ik had ook al gehoord dat de biowapens in zaten. Omdat ze zo radeloos zijn en zeggen, ja, we moeten ze nu echt ziek maken, anders gaan ze ons pakken. Komen ze eraan, worden we gelinst. En dat willen we niet, dus. Ja, godsam, ik zat nog even. Ik zei, maak één keer een rondje, hoor. Ik vind, ik kan het niet. Elke keer als ik zie, zeg je, jongens, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, zeg je dan? Oh, moet je zien. Oh, kan toch niet? Oh. Boe, boe, boe. Nou, ik geef het op. Ik geef het op. Ik zeg elke dag zeg ik tegen mij, ja, morgen ga ik het niet filmen. En de volgende dag, boe, boe. Oh, wat verdrietig voor de dieren. Hier, er zijn helemaal geen padden meer. Alles gaat hier dood. Help. Ja, we worden in de steek gelaten. Oh. Maar over je staat aan de kant van de dieren. En ja... In ieder geval, er komt een dag, dan heb je spijt van wat je hebt gedaan. Zo is het. Al is een leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt hem wel. Dus.